Om het volk te beschermen tegen de gevaren van virussen biedt Matrax Services NV diverse reinigingspakketten. Deze pakketten zijn samengesteld uit de producten van Symbio. Robert Geer, directeur van Matrax, legt uit dat Symbio een biologisch concept is dat wordt aangebracht in gebouwen via verneveling. Geer zegt dat dit programma reeds in diverse Europese landen wordt gebruikt. Hij benadrukt dat het inademen van symbiotica tijdens en na het vernevelen veilig is. Bij Symbio is er geen sprake van bespuiten, maar van vernevelen. Symbio is een mix tussen de probio en de prebio. Laat me dat een beetje uitleggen in eenvoudige termen. Probio is eigenlijk een goede enzym. Net als u ook goede enzymen heeft, bacteriën in uw lichaam, heeft u ook slechte bacteriën. Nou, probio is de goede enzym. En de prebio zijn de suikers die de enzym nodig hebben om te groeien. Dus als die twee worden losgelaten, krijg je nou Symbio. Die goede enzym gaat zich op een gegeven moment door verspreiden in de omgeving. De lucht en de oppervlaktes. Daarmee gaat hij eigenlijk een schild vormen. Waar de bacterie, de virus, het moment die zich voordoet in de omgeving of in de ruimte, gaat hij hem kapselen. Hij gaat de slechte bacterie aanvechten of de slechte virussen aanvechten. De goede laat hij met rust. Symbio geeft een stukje zekerheid dat je je veilig voelt. Hij wordt al toegepast in diverse Europese landen. Waar het moment mensen de ruimte betreden, ze ook een Symbio-embleem zien. En weten ze dat die omgeving of die ruimte nou beveiligd wordt. Hij heeft het schild. Het embleem ziet er zo uit. Dat de mensen op een gegeven moment, als ze zo'n gebouw willen penetreren en ze zien zo'n embleem, weten ze dat gebouw past de Symbio-theorie toe. Wij gaan het ook hier in Suriname implementeren. We gaan de gebouwen ook voorzien van een schild die daarvoor in aanmerking komen. En ook leesvoer voor de klanten. Op een gegeven moment de bezoekers binnenkomen, hebben ze leesinfo over het product en hoe dat gebouw beschermd wordt. Geer zegt dat het concept dat in Suriname toegepast zal worden gebaseerd is op 2 keer per week vernevelen. We gaan abonnementen uitzetten. En een van de abonnementen gaat zijn 2 keer per week. Dus 8 keer per maand gaan wij zo'n object beveiligen of shielden. Voor ons, Symbio heeft een optimale werking 48 uur lang. Hij groeit wel door. En wij zijn van mening, omdat we nu van het nulpunt uit moeten beginnen, om 2 keer per week gewoon een Symbio concentraat los te laten in zo'n oppervlakte of zo'n ruimte. Dat gaat met zich meebrengen dat de arbeiders of de werknemers nou beveiligd zijn. En ze nu gerust weer hun arbeid kunnen verrichten onder goede omstandigheden. Symbio heeft de hele lijn, van vloerreinigers tot toiletreinigers, tot poederzeep om je kleren te wassen, tot huidverzorgingselementen, okselstick, lotions, maar ook vernevelaars om de lucht en de oppervlaktes optimaal te kunnen beschermen. Dat was dus Robert Geer, hij is directeur van Matrax Services NV en we spraken hem vanmorgen bij 4R Gym, waar zijn bedrijf bezig was met het vernevelen van het gebouw.